Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij de gast Maurice de Hond, opiniepeiler en dataspecialist. Maurice, welkom. Ja, we gaan het vandaag niet hebben over data. We gaan het ook niet hebben over de verkiezingen. Dat komt dadelijk nog. Wanneer we bij het nieuws van de week wat met elkaar gaan doornemen. We gaan het hebben over een thema dat de gemoederen, zeker bij De Nieuwe Wereld, al wat langer bezig had. Maar wat eigenlijk vrij weinig aandacht krijgt in de Nederlandse media. Dat is de these van het lablek, Wuhan. En dat het virus eigenlijk zijn oorsprong kent in een laboratorium in Wuhan. Op verschillende plaatsen in de wereld lijkt men er toch wel steeds meer over eens te zijn dat dat de meest waarschijnlijke verklaring is. Het lijkt er ook op dat Nederland een bijzondere rol in dit hele verhaal heeft. En dat het ook nog relevantie heeft op vandaag de dag. Om daar toch eens bij stil te staan. En je hebt je daar de laatste tijd wat meer in verdiept. Je hebt wat verbanden gelegd. We beginnen dit gesprek eerst maar eens wat bij je zoal tegengekomen op je spoor. Jan Bonte hebben we hier vaker aan tafel gehad. Nou ja, jij trekt weer wat andere lijnen, maar ik denk dat het wel gepast is om hem ook wel de credits te geven die hij op dit punt verdient. Hè? Ja, dus Maurice, lees jij in een ander? Nou, het was een onderwerp waar ik me eigenlijk lang niet in geïnteresseerd heb, omdat ja. In het begin ging het om we hadden COVID, lockdowns, dingen als aerosolen. Er was zoveel wat er aan de hand was. Je was meer bezig met de praktische oplossingen. Ja, oplossingen. En ook meteen in het begin waren er toch eerbiedwaardige deskundigen die allemaal riepen van het komt van de markt. Ja. In Wuhan. En ik wist ook verder niks van Wuhan. Nee. Dus ik wist op een gegeven moment dat het midden in China lag. En dat was ongeveer de kennis die ik had. En eigenlijk, af en toe kwam er wel iets langs. En dat las ik wel. Maar mijn methode is altijd, dan wil ik naar bronnen gaan. En dan me er echt in verdiepen. En daar heb ik toen de tijd niet voor genomen. Maar eigenlijk sinds een jaar of twee doe ik dat wel. En met name het laatste half jaar is er steeds meer informatie naar boven gekomen. Met name door de Freedom of Information Act in Amerika. Het soort WOP of WOO-verzoek. Maar eigenlijk breder dan dat. Hè, want dat kan ook bij universiteiten en op andere plekken. Waar ontzettend veel boven tafel is gekomen. En als je dan het complete verhaal op een rijtje zet. Ja, dan is het niet. Ja, dan is het, aan de ene kant vind ik het ontluisterend. Maar dat zal ik direct wel uitleggen. Maar het is ook een ontzettend belangrijk onderwerp. Dus niet alleen als onderwerp dat het mogelijkerwijs de hele situatie rondom COVID heeft doen ontstaan. Maar dat de risico's er nog steeds zijn. Nou, en eigenlijk om het verhaal te starten moeten we teruggaan naar 2011 in Nederland. Want in november 2011 stond er in de Volkskrant een artikel over een bijzondere werkzaamheden van wetenschappers uit de Erasmus MC, Ron Fouché, professor en Ab Osterhaus en nog wat anderen. En ik zal even voorlezen wat op de website van die dag staat van Erasmus MC. Als kop: Erasmus MC ontwikkelt dodelijk griepvirus. Onderzoekers van het Erasmus MC zijn erin geslaagd om een superdodelijke variant van het vogelgriepvirus te creëren. Zo gevaarlijk dat overwogen wordt om de resultaten niet te publiceren. En dan staat er verder, wat ze gedaan hebben. Ze hebben het relatief onbesmettelijke griepvirus, vogelgriepvirus voor de mens. Hebben ze zodanig gemuteerd dat het wel op mensen overdraagbaar werd. En wat zegt Fouché? Ja. Dat hij eigenlijk het dodelijkste virus heeft ontwikkeld wat tot nu toe er was. En dan ontstaat er, dat is 2011, 2012, ook ontzettend veel rumoer wereldwijd. Want de Amerikaanse overheid of de organisatie die erover ging, verbood in eerste instantie publicatie van het artikel. Omdat ze zeiden, daar schrijf je de receptuur om
terroristen of anderen dit te ontwikkelen en vrij te laten over de mensheid. Nou, en vervolgens is er een soort compromis gekomen en ze hebben wel het artikel gepubliceerd, maar niet, laat ik zeggen, de receptuur. Maar wat doen ze? Wat hebben ze gedaan? Dat was op fretten toch uitgetest? Ja. Het is een, dat heet het gain of function onderzoek. Ze pakken virussen, ja, en knutselen daaraan. Het is een beetje oneerbiedwaardig, maar ze veranderen eigenlijk de kenmerken van dat virus. Dat deden ze. Ze doen het. Ja, ze besmetten fretten en gaan dan verschillende generaties door. En uiteindelijk, bij geloof ik de 5e generatie, kregen ze een variant waarbij dat virus door de lucht andere fretten besmette. En het was ook een heel dodelijk virus. En wat was nou het belangrijke? Dat er toen ook al meteen ook geluiden waren, ook wetenschappers en ook in publicaties, waarbij ze zeiden, ja, wacht even, je bent een onderzoek aan het doen die het doel had, want dat was wel natuurlijk het doel. Als dit ooit in de natuur gebeurt, dan hebben wij ons al voorbereid en kunnen we daar medicijnen en vaccins voor ontwikkelen. Maar anderen riepen, ja, wacht even, we weten dat problemen in labs kunnen voorkomen, ongelukken kunnen voorkomen. Dus je bent iets aan het ontwikkelen wat, als het uit een lab ontsnapt, dan heb jij het gecreëerd. En ja, de mensheid leidt daar schade door. Ja, dus het gain of function is, het wordt verrijkt in functie, hè, functionaliteit. Of het krijgt een andere functie erbij. Vogelgriep, werd dat overgedragen via de ontlasting of zo, hè, geloof ik ook. Dat speelde dan een belangrijke rol in. Nee, in dit geval was het door de lucht. Ja, in dit geval door de lucht. Ja, maar was dat niet een gain of function? Bij die fretten ging het ook door de lucht. Bij de vogels ook al. Ja, dat bedoel ik. Maar cruciaal is dat er toen al discussie was over gain of function onderzoek. Namelijk, ja, onderzoek in laboratoria die een virus veel gevaarlijker ging maken voor de mens. Met het doel om de mensheid al te beschermen voor de situatie. Ja, 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 ja. Maar tegelijkertijd kan het ook als biowapen gebruikt worden. Ja, dat is grappig, want in diezelfde periode, ergens in 2020, waren wij ook op zoek naar mensen die hier aan tafel konden spreken over het. Toen kwamen we ook op Fouché, maar we hebben hem niet aan tafel gekregen overigens, hoor. Nee. Maar toen ben ik inderdaad voor het eerst zijn naam ook tegengekomen in verband met dit onderzoek. Maar hij is er nog op meerdere manieren aan gelinkt. Hè, want hij duikt ook later. Precies, op. Ja. Nou, dan, dat is dus. En ergens in 2013 heeft de regering Obama voor een tijdje dit soort onderzoek ook verboden in Amerika. Later mocht het weer onder bepaalde condities. En de condities zijn met name dat labs die daarmee werken een heel hoog veiligheidsniveau heeft. Ja. Als je BSL-4 heet, dat Biosafety Level 4, dan dat is een beetje zoals in de films waar ze in ruimtepakken bezig zijn. Precies, ja. Maar bijvoorbeeld BSL-2, dat is een niveau waarbij je hooguit met mondkapjes hebt. Ja. Dan komt 2015 en dan is er een artikel, ook in de wetenschappelijke lader, van een Amerikaanse professor, Wolf Barrick, met een Chinese dame, Xi Zhengli. Die wordt genoemd de Bat Woman. Ja. En Xi Zhengli leidt een laboratorium in Wuhan waar ze coronavirusonderzoek doen. Maar je moet bedenken, de coronavirussen die komen voor in horseshoe-vleermuizen. Dus de hoefijzervleermuizen. En die zitten in grotten ongeveer op 1700 kilometer van Wuhan. Naar het zuidwesten, richting Vietnam, Laos, Noord-Thailand. Maar die worden daar verzameld en ze hebben wel heel veel varianten. Ik weet niet, 120 of 300 varianten van coronavirus. Maar dat is een natuurlijke habitat. En die dieren die hebben dat virus in zich. En dat is een soort. Maar die kunnen dat overleven. Maar er is een paar keer gebeurd. Geloof ik in 2013 zijn mijnwerkers in dat gebied zijn een deel ziek geworden en dood gegaan. Met een bepaalde variant van het coronavirus. Maar dat is niet verder verspreid.
Dit is 2015. Ja. En ook, en daar komt een artikel van die, uh-huh. die dame, die Chinese dame van Wuhan en die Ralph Barrick, die beschrijven hoe ze in muizen het coronavirus gevaarlijker kunnen maken. En weer is er publicaties van anderen die zeggen, let nou in godsnaam op, want het kan, ja, je kan iets doen wat naar buiten, hè, een labongeluk gebeurt, en dan verspreid je het onder de mensheid. Ja, ook, genetisch liggen ze ook redelijk dicht bij elkaar, hè, meen ik. Hè? Dus dat doen we vaker dingen met muizen. Met de mens en de muis. Ja, nee, wat ze, in, maar ze veranderen de muis ook. Ze humaniseren ook het muis, waardoor die ook nog meer... Okay. Want eigenlijk voorkomen ze dat ze daarom met apen het moeten doen. Mm. Maar met muizen is dat ethisch blijkbaar verantwoorder. Nou, dat gebeurt dan in 2015, 2016. En als je het... historisch bekijkt, blijkt er in 2018 een voorstel geweest te zijn van, en dat is een belangrijke naam, Pieter Desak. Pieter Desak is de baas van een NGO die heet EcoHealth uit New York. En die is bezig met name met de gevaren voor de mensheid van virussen en met name de coronavirussen. En ze hebben ook subsidie van onder andere de Amerikaanse overheid om samen met Barrick in Amerika en ook die in Wuhan onderzoeken te doen. Ja. Maar ze doen dan een voorstel. Dus die zijn die is ook weer verbonden met die dame, die bad woman, die Lee. Ja. Ja, en die zit in Wuhan. Ja. En dat voorstel, dat heet Diffuse, dat dienen ze in bij de Amerikaanse Defense Organisatie. En die gaat erom, in dat voorstel staat, dat ze het coronavirus willen gevaarlijker maken. Om... Gain-of-function onderzoek. Ook, exact. Ja. En dat wordt afgewezen. Dat wordt door de Amerikaanse... Door de Defensie. Ja, en vermoedelijk, maar dat, omdat men ook dat onderzoek eigenlijk te gevaarlijk vond. Nou, en dan breekt COVID uit. En waar breekt COVID uit? Of, dat is SARS-CoV-2. Ja. Ik zal hem even SARS-2 noemen. Ja. Breekt SARS-2 uit in Wuhan. Nou zijn er 200 grote steden in China met meer dan 1 miljoen inwoners. En dan breekt het uit in Wuhan. En dan wordt eigenlijk al heel snel, in maart komt al een groot artikel van 5 wetenschappers uit. Een heel gezaghebbend artikel, wat steeds de basis bijna is van alles, waar mensen naar terugverwijzen, waarin staat, het is gebeurd op de markt in Wuhan. En die markt is hemelsbreed 10 kilometer van het lab in Wuhan, waar ze gevaarlijk onderzoek doen over coronavirussen. Ja. Ja. Nou, als ik als wetenschapper en ik zie een uitbraak in Wuhan van dat virus, dan zou ik als basishypothese nemen, nou, de kans is groot dat het in het lab is gebeurd. Tenzij ik kan bewijzen dat het ergens anders is gebeurd. Nou. Maar, ook Marion Koopmans, al op 21 februari... Ja, falsificatieprincipe eigenlijk. Hè? Deze these blijft overeind. Dat is de meest waarschijnlijke verklaring. Ja, want dat lijkt me toch, als het in Beijing was gebeurd... Ja. Of in Nempert, wel andere stad, maar precies op de plek... Waar ze dat al die gevaarlijke virussen verzamelden, even los van wat voor onderzoek ze daar nou precies deden, waarbij ook blijkt dat de Chinese militairen ook daar vlakbij ook nog een lab hebben of samenwerken of een beetje onduidelijk hoe dat precies in elkaar zit. En dan breekt het daar uit en dan geven de Chinezen ook niet meer relevante informatie. Databases verdwijnen van het onderzoek wat daarvoor gedaan is. Maar de kern is dat Marion Koopmans op 21 februari... er was een KNAW-bijeenkomst over SARS-2. Toen was nog Nederland nog geen officieel geval ontdekt. Dan praat ze ook over de oorsprong. Zegt het is op de markt. En ze maakt de andere varianten van verklaringen belachelijk. Het is via een meteoor. Ron Fouchier heeft het gedaan. Het is uit het lab gekomen. Wat ze een beetje grinnikend afwijst. 21 februari. Nou, fast forward naar, laat ik zeggen, 2-3 jaar later. Waarbij
eigenlijk, zeker in Nederland, voortdurend gezegd is: je bent een complottheorie dat het uit het lab is gekomen. Marion Koopmans, er is een delegatie die gaat naar Wuhan, waar Marion Koopmans ook zit. En trouwens ook die Pieter Daszak, waar we net hadden, van EcoHealth. En die komen terug met een verklaring. Het is absoluut onmogelijk dat het uit het lab komt. Of vrijwel zeker. Dan gaan we nu even naar wat in 2023, of zelfs iets eerder, allemaal naar boven is gekomen achter elkaar. Ja, jij bent geen viroloog, ik ook niet. Dus dit is een ander type onderzoek, hè, wat we hier presenteren. Want wat is er dan naar boven gekomen? Nou, dat is dan het bijzondere. Het bijzondere is namelijk dat de correspondentie tussen de wetenschappers die uiteindelijk dat artikel schreven, inclusief Marion Koopmans en Ron Fouché, die zijn boven water gekomen. En daar zie je wat de betrokkenen begin februari naar elkaar schreven. Over. Hoe is dat boven water? Is dat via die soort WOP-verzoek? Om het zo ja, WOP-verzoek. Ja. En er is een senaatscommissie in Amerika die documenten heeft opgeëist. Waar ook nog wat geheime informatie uit PDF ineens opdook. Hun Slack-communicatie. Er is ontzettend veel naar boven gekomen. Dan zal ik. En dat is het fascinerende. Dan krijg je de communicatie tussen die vijf auteurs die dat artikel maken. Maar ook met Marion Koopmans, die er beperkt ook bij betrokken is. Maar ook Ron Fouché. En dan zal ik een paar dingen zeggen van. Uit die mails. Uit die mails. Oké. Okay. In de eerste plaats. Hoe hebben ze hun, op 1 februari noemen ze een Slack communicatiegroepje. Die noemen ze Project Wuhan Engineering. Als naam geven ze het. Oké, als naam voor de communicatie met elkaar over Wuhan Engineering, oké. Wat uiteindelijk een 6 weken later, en het concept was al 2 weken later, het wetenschappelijke studie was, waarin ze uitsloten dat het uit het lab kwam. Ja, dus niet Wuhan 4 virus, maar Wuhan Engineering. Ja. Oké. En dan zegt hij, ik denk, het belangrijkste is in mijn gedachte, dat de lab escape version, dat de ontsnapping uit het lab, zo ongelooflijk waarschijnlijk gebeurd kan zijn, omdat ze al dit werk deden. En de moleculaire data is volledig consistent met dat scenario. Wie zegt dit? De uiteindelijke auteur, de hoofdauteur, die 6 weken later dat artikel publiceert, waar hij zegt dat het niet in het lab is gebeurd. En wat is zijn naam? Christian Anderson. Christian Anderson zegt dit. Ja. Dus eigenlijk helemaal aan het begin zegt hij, nou, er zijn zulke treffende overeenkomsten dat dit. Ja. En vandaar ook misschien die naam, Wuhan Engineering. Ja. Ja. En als je ziet, en als je op mijn website heb ik verschillende artikelen erover. Maar ook een totaal overzicht wat ze achter de schermen hebben gezegd. En wat ze voor de schermen hebben gezegd. Maar dan komt ook, Marion Koopmans komt er ook bij. Mm-hmm. En die stuurt een bericht en schrijft zoiets van, jongens, laten we nou maar zo min mogelijk over het lab zeggen, want er komen alleen maar complottheorieën van. En dan schrijft Fouché een mail. Ja. En die zegt, laten we dat lab buiten beschouwing houden, anders kunnen we dit soort onderzoek in de toekomst niet meer doen. Dat zegt hij letterlijk. Wat zegt hij dan? Letterlijk? Dat zegt hij letterlijk. Ja, kun je dat eens Wacht even, hier is hij. Professor Fouché schrijft dan op 8 februari 2020 aan die groep. Dat is een week later. Een week later. Heel kort voor de publicatie van het artikel. En hij pleit dan om de mogelijkheid van een lablek uit te sluiten. En dat staat hier letterlijk. Dat vermindert het risico van nieuwe discussies over biosafety, waardoor het onnodig toekomstige pogingen om het virus voor onderzoek en diagnose te kweken zal frustreren. In het Engels, hè? In het Engels. Kun je hem even letterlijk lezen in het Engels? Nee, ik heb hem in het Nederlands. Je hebt hem al vertaald, hoor. Maar het is
Ja, 8 februari. Ja. Ja, heb je uit het rapport. Nou, en wat je dan ziet, en ik kom daar weer later ook nog op terug, dat al die personen die erbij betrokken zijn op dat moment, mm-hmm. ja, logisch denkend van ja. het is in Wuhan gebeurd, waarop je zegt, ja, de kans is heel groot. En nogmaals, behalve als je overtuigend kan bewijzen dat het een... Ja. Dan, alleen, ze konden het niet overtuigend bewijzen. Nee. Niet toen en eigenlijk nu ook niet. Dus de eerste intuïtie was ook van die Anderson, dit komt gewoon uit het lab. Ja. En men zegt van laten we dat vooral nou niet naar buiten brengen. Als een waarschijnlijke these, want dan wordt het onderzoek in de toekomst niet meer gefinancierd. Nou, ook onmogelijk gemaakt. Of onmogelijk gemaakt, ja. Nou ja. Maar, dat is even het kapstok waar je nu zet, maar er is ondertussen nog veel meer gekomen. Oké. Okay. Maar het fascineert... Ja, dit is even de eerste context. Ja, dit is de eerste context. En dan zie je dat ze met elkaar eigenlijk zeggen van die kans is toch eigenlijk wel groot. Ze vinden, want als het dus echt via dieren zou ontstaan, dan zou je ook bijvoorbeeld... Ja, tussen een variant moeten aantreffen. Ja, nee, en vooral, het zou dan van een vleermuis overgegaan zijn naar een dier, welk dier dan ook. En dat dier zou er overgegaan zijn naar de mens. Ja. Maar dan zou je ook... Ze hebben dat dier niet gevonden. Nee, maar het interessante, zou het nou net precies één dier zijn? Maar ja. Dan zouden er toch ook meerdere ja. dieren moeten zijn? Maar er is nog iets heel fascinerends. En dat komt later ook tot uiting. En dat zeggen ze ook tegen elkaar. Wat ook zo opmerkelijk is. Het virus kon zo verschrikkelijk goed al van mens tot mens overspringen. Want als een virus onverhoopt van een dier naar een mens gaat, ja. betekent dat nog niet dat hij daarna ook perfect andere mensen kan verspreiden. Zoals bij die mijnwerkers, dat voorbeeld dat je gaf. En dan zie je, die gaan er dan dood, maar ze geven het nog niet zelf door. Of SARS-1. Ja. Of MERS. Dat is vrij snel onderdrukt. Ja. En niet onderdrukt doordat we lockdown zijn gaan doen. Nou, ja. En dan komt er steeds meer informatie beschikbaar. En dan... daar ben ik toen met open mond... toen ik daar dingen las, kon ik eigenlijk amper geloven wat ik las. Mm-hmm. Maar ook niet meer begrijpen, of misschien wel begrijpen. Maar ja, ik werd zo kwaad op wetenschappers hoe ze hun wetenschap te grabbel gooien. Ik zal een voorbeeld geven. In 2021, eind 2021, maakt Zembla een reportage over dit onderwerp. Raad ik aan om te kijken, omdat het eigenlijk best een heel goed... wat gebeurt er? Dan interviewen ze in de eerste plaats het hoofd van de delegatie naar China. Een Zweed. En die zegt, nou ja, die Chinezen die wilden absoluut niet dat het lablek maar überhaupt werd overwogen. Wij wilden in onze eindverklaring ook het lablok even aanduiden. En dat mocht alleen volgens de Chinezen, als we zouden zeggen dat het onmogelijk was dat het uit het lab kwam. Ja, dat hebben we toen maar gedaan. En dan zegt de baas van WHO, in diezelfde reportage, je moet hem even kijken, hè, Tedros. En die zegt, ik ben zelf labmedewerker geweest. Ik weet dat er wel eens ongelukken kunnen gebeuren. Ik heb hem destijds ook gezien. Het lijkt eigenlijk in de eerste instantie dat het gewoon best waarschijnlijk is. Zo zetten ze het neer. Ja. Maar ze eindigen met Marion Koopmans, toch? Dat is nee, ze eindigen is met, een Nederlandse professor uit Engeland die over complottheorieën. Ja, 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 oh ja, dat is die. Maar in het begin lijkt het gewoon heel waarschijnlijk deze. Ja. Maar het hoogtepunt van die uitzending is Marion Koopmans. Die wordt namelijk gevraagd door die interviewer. Maar... Vond u het een gekke gedachte in het begin? Ja. Dat het virus uit het lab afkomstig was? Die heb je ook al hier laten. Ja. Ja. En dan zegt ze... Ja, begint ze een beetje bijna te stotteren. En dan zegt ze, nou ja, dat er nou een lab was met een coronavirus... Nee, dat is voor, dat is voor mij geen enkele associatie. Nee. 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 Hoe kan een wetenschapper dat zeggen? Ja. Als ze nou gezegd had, ja, aanvankelijk wel, maar daarna vonden we overtuigend bewijs voor iets anders. Dat zei ze niet. Maar waarom zei ze het niet? Omdat ze al in februari 2020 bij de KNAW had gezegd dat het lablek een complottheorie was. Ja, dus de notie klonk complottheorie eigenlijk om zelf iedere vorm van kritiek te disqualificeren. Ja.
En dan komen er een aantal dingen naar buiten. Dan komt dat voorstel wat in 2018 is uitgebracht en wat afgewezen is, dat komt via dat is door Defensie toen, hè? Of waar die beurs voor aangevraagd is. En die afgewezen is. Maar door de Freedom of Information Act hebben ze dat voorstel en alle correspondentie daaromheen weer naar boven gehaald. Ook weer naar boven gehaald. En dan blijkt het volgende te staan. Daar staat die Pieter Desek. Mm-hmm. Die schrijft daar onder andere. Het verzoek was ingediend mede namens die Barrick uit Amerika en de Batwoman uit Wuhan. Dus het was een joint operation. Mm-hmm. En dan schrijft Barrick, luister. Nee, dan schrijft Desek, luister naar die Chinese dame. In het voorstel zeggen we wel dat vrijwel alles in Amerika gaat gebeuren. Mm-hmm. Maar dat doen we om het voorstel er doorheen te krijgen. Maar in werkelijkheid zullen we veel bij jou laten gebeuren. Waarom? Omdat bij jou de safety level lager is dan hier, waardoor het goedkoper is. En in 2018 blijkt er ook. Ze outsourcen het. Ja, naar een plek waar het gevaarlijker is en goedkoper. Mm-hmm. En dat maskeren ze. En dan blijkt er ook nog in 2018 een groep Amerikaanse diplomaten te zijn, die in Wuhan op zoek waren. En die schrijven naar het State Department dat ze zich erg ongerust maken, omdat het veiligheidsniveau van dat lab te laag is. En dat daar in Wuhan. Je hebt er ook al eens een ongeluk gehad, hè? In 2012, waar een aantal medewerkers overleden zijn. Hè? Ja, weet ik niet precies. Ja, dat is. Okay. Ja. Maar dan gaat het verder. Dan komt. En dat is anderhalve maand geleden. Dan komt er nog iets naar buiten van dat voorstel, namelijk het concept. Mm-hmm. En in dat concept beschrijven ze wat voor virus ze wilden maken. En wat ze daar beschrijven, zou je kunnen noemen als de plattegrond. De blauwdruk. Voor SARS-2. Letterlijk de plattegrond. Ook met het spike. Echt met alle. Deskundigen zeggen, dat is gewoon de vingerafdruk. Dit is alleen. Maar dat was ook de these, hè? Dat die spike dat de sleutel zou zijn, hè? Om de cel binnen te komen. Ja, dus, je kan blijkbaar, moet je het virus, wat bestaat uit 30.000 eenheden, zou ik maar zeggen. En die kan je niet zomaar behandelen, maar die moet je in stukken knippen. En die stukken kan je weer opnieuw aan elkaar hechten, zal ik maar zeggen. Waardoor er iets nieuws komt. En dan kan je het door muizen heen laten gaan om het besmettelijk. Ik bedoel, dat zijn allemaal stappen. Maar de kenmerken die ook al eerder door aan 3 wetenschappers in 2022 was gezegd. Als wij naar SARS-2 kijken en we vergelijken het met alle corona's die we kennen uit de natuur. En de dingen die we kennen die in labs gemaakt zijn. Dan lijkt het veel meer dat het, dat heet reverse genetics, dat het gemaakt is. En ze zeggen wij achter de kans 1% dat het niet in een lab is ontstaan. Ja, maar dan komt. Vanwege die typische volgorde. Ja, die typische ze zien als het ware dat dat stukje geknipt is. Ja, dat is toch de these? Ja, het is iets. Maar het interessante is dan dat. Dat artikel schrijven ze in 2022. En daar komt nu de echte plattegrond tevoorschijn. En die blijkt gewoon 1-op-1 te kloppen. Ja, dan verdedigt Pieter Desek. Ja, maar ik heb geen geld ervoor gekregen. Maar ja, zij kunnen natuurlijk zeggen. Ja, luister, dit is precies waarvoor we waarschuwden. Ja. Voor deze mogelijkheid. Ja, alleen. Toch? Ja, alleen dat is wat hij nu ongeveer zegt. Dat is het verweer dan. Zie alleen. Zie je hoe goed wij als wetenschap dit hebben ingeschat. Want dit is er gekomen. Alleen, als je gewoon allerlei wetenschappers daarover leest. Is het absurd om te veronderstellen dat uit de natuur precies 1-op-1 dat er iets had kunnen komen uiteindelijk. Wat daar enigszins op lijkt, dat kan. Maar het is te letterlijk. Ja, maar niet alleen te letterlijk. Het verspreidde zich zo makkelijk over de mens. Mm. En dat aspect, dat is wat ze als ware getraind hebben via door dat virus door die muizen heen te laten gaan. Mm. En dan wordt wel gezegd, ja, dat onderzoek is niet gefinancierd. Maar er wordt gezegd, of het is achter de schermen toch doorgegaan. Want als de overheid niet financiert, kan het nog steeds gebeuren. Zo werkt het toch? Ik bedoel, dat is toch de realiteit? Ik bedoel, je hebt allerlei organisaties, mensen werken aan iets. Je probeert fondsen binnen te halen. Als het niet lukt, dat betekent niet dat die mensen helemaal allemaal weggaan. Dus zo wordt er geschoven natuurlijk. Maar de kern van het verhaal is dus.
hoe, terwijl, doordat het in Wuhan gebeurde, ja, je al je basishypothese moest zijn. Het is in het lab ontstaan, tenzij... Ja, en het was waarschijnlijk toch goedkoop daar om het te laten doen. Maar, wat de, maar de, al die wetenschappers, inclusief Marion Koopmans, die mensen die het schreven, inclusief Fauci, riepen allemaal, ja, dat Wuhan lab is een complottheorie. Het is op de markt ontstaan. Maar achter de schermen bleek dat ze eigenlijk allemaal direct of indirect belangen bij hadden om het van de Wuhan af te leiden naar de markt. Ja. Ja. En waarom, zoals Fouché het letterlijk bijna zei, ja, als mensen zouden denken of instanties zouden denken, het is in het lab ontstaan, dan kan ik dat geweldige onderzoek wat ik nog allemaal wil doen, dat kan ik niet meer doen. Ja, of dan worden er zulke zware eisen gesteld. Wat hij in februari eigenlijk al zegt. Ja. Ja. En die overweging kun je begrijpen natuurlijk. Want dat is natuurlijk ook zo. Ja, alleen... Als wij weten dat dit gewoon een man-made is. Dat deze hele pandemie eigenlijk het gevolg is van slechte veiligheidsmaatregelen. Maar ook heel riskant onderzoek in combinatie. Ja, zeker. Ja, dan zeg je ook kappen ermee. Een moratorium. Ja, nee, dat is ook wat... Dat is natuurlijk wat ze terecht vrezen. Maar de belangrijke vraag is eigenlijk, hebben ze zich wel aangetrokken wat er is gebeurd? Nee, dat is natuurlijk de essentie. Dat is het heftige. Want eigenlijk, als het door de mens gemaakt is... Dat je dat dus niet wil weten. Ja. Daar kom je echt op natuurlijk. De meest essentiële. Dat je dus kennelijk je eigen onderzoek belangrijker vindt dan de risico's die de mensheid loopt als gevolg van eventuele fouten die gemaakt worden. En dat is dus het grote belang van dit, omdat het nog steeds door kan gaan. Ja. Fouché is weer bezig met onderzoeken. En ongetwijfeld zal het nu in een veel nog veiligere omgeving zijn. En wat ze allemaal zeggen is, ja, er kan, en ook Koopmans, er kan een virus ontsnappen enzovoorts. Aan de eerste plaats gebeurt dat, niet ontsnappen, ontstaan uit de natuur. Ja. Met allerlei nadelige gevolgen. Nou is het wel de geschiedenis laat zien dat dat ook niet zo verschrikkelijk vaak gebeurt. Want dat is ook niet een ontzettend gemakkelijk proces. Want anders zouden we waarschijnlijk als mensheid al lang weggevaagd zijn. Mm-hmm. Want dat proces is... Nou ja, we hebben natuurlijk wel in de middeleeuwen hebben we de pest vanuit China gekregen. Ja, nee. Er kan natuurlijk iets gruwelijks ontstaan. Ja, alleen wat blijkt, er kan iets gruwelijks ontstaan. De vraag is wel... We hebben de Spaanse griep gehad. Nee, maar die Anderson zegt letterlijk zelfs... Het is bijna ironisch om te zien dat ze ons wilden helpen om voorbereid te worden op een pandemie die ze waarschijnlijk zelf veroorzaakt hebben. Ja. Ja. En dat betekent dat de afweging van gaan we iets doen wat aan de ene kant goed kan zijn voor de mensheid, maar aan de andere kant gevaar kan opleveren voor de mensheid, niet louter beoordeeld mag worden door Marion Koopmans en Ron Fouché. En als ze dan bereid zijn, en dat vind ik het erge, en daarom maak ik me er nu ook zo druk om, als ze bereid zijn om, ja, ik zeg het maar even, te liegen. En te liegen van, nou nee, voor mij werkt het helemaal geen associatie dat daar een lab is. Dan weet je, ja, dat ze het niet wil, nou ja, minimaal niet wil inzien, omdat de gevolgen zo kolossaal zijn. En daarom zeg ik van, het is niet alleen maar, nou ja... Het zou een uitgesproken voorbeeld zijn van wat Ulrich Beck de risicogesellschaft noemt, de risicomaatschappij, waarin eigenlijk de ontwikkeling van technologie en wetenschap op zo'n manier plaatsvindt dat de risico's niet meer louter uit de natuur komen, maar in toenemende mate ook eigenlijk door de mens zelf eigenlijk worden gecreëerd. Ja, dus dit is natuurlijk een exemplarisch voorbeeld. Ik spreek hem ergens in mijn boek over de pandemie van de techniek. In de zin van dat technologische context tegelijkertijd ook de bron is. En we gaan het vervolgens ook weer met diezelfde technologie bestrijden. Door hele extreme maatregelen in te voeren. Vaccinaties te ontwikkelen. Dus het zit helemaal in dat wetenschap-technologische stelsel. En dat is... Ja, maar aan de andere kant,
We worden nu gemiddeld 80. Nee, het gaat er ook niet om dat het alleen maar ellende is. Maar het geeft wel aan hoe belangrijk het natuurlijk is om integer te blijven binnen dat hele stelsel. Exact, dat is mijn punt. Kijk, ik kan volledig voorstellen als jij bezig bent met onderzoek waarvan je denkt, waar ik mee bezig ben, dat zal de mensheid beschermen. Ja. Dat je tot heel ver wil gaan. Maar als dat betekent dat je als wetenschapper aan het verdonkere manen bent, de grote mogelijkheid dat ergens het mis is gegaan en dus ook de mensheid de kans opneemt, ja, om te analyseren wat er is, ja, gebeurd, B, te kijken hoe je wellicht dat geweldige onderzoek wat je wil uitvoeren onder bepaalde condities wel kan gaan doen. En dat hebben ze voor zichzelf genomen, met last but not least. En alle anderen die wat anders zeiden, die werden weggelachen. Als wappie, complot. Ja. Moet je kijken, ja, wat Marion Koopmans, hoe ze steeds reageert als ik iets over dat onderwerp schrijf. Ja. En Maarten Kolemans als trouwe gezel daarnaast. Ja. Nou ja, goed, kijk, je mag hopen natuurlijk dat in ieder geval ook naar aanleiding van dit soort onderzoek, die discussie gewoon steeds toch ook, laten we zeggen, met meer bewijzen gevoerd wordt. Hè? Want het was natuurlijk aanvankelijk wel ook iets wat in de media natuurlijk toch heel erg leunde op associaties, op mogelijke verbanden. Wat er nu begint te gebeuren, en dat zou denk ik ook voor Keulemans interessant kunnen zijn, toch dat je gewoon gedocumenteerd krijgt. Hè? Presenteert. Dat je gedocumenteerd krijgt wat er eigenlijk is. Ja, dat zou je willen, maar we zijn al 4 jaar verder. Het is lang onder het spijt. Ja, en die mensen hebben zich volledig ingegraven, inclusief Keulemans. Ja. Maar ik vind het interessant om even af te sluiten met een artikel van Rosanne Herzberger. Ja. Die op 3 april 2023 een artikel in Elsevier Weekblad heeft geschreven met de titel waarom het aannemelijk is dat het coronavirus uit een lab afkomstig is. Ja. Ze is nu Kamerlid. Ja, nee, zeker. En ze schrijft op een gegeven moment: de Nederlandse virologie neemt in het vakgebied wereldwijd een prominente positie in. Ja. Bovendien heeft de pandemie ook in ons land een impuls gegeven aan onderzoeksprojecten die de kans op een nieuwe uitbraak moeten verkleinen. Maar de geschiedenis leert dat onderzoeksactiviteiten die tot doel hebben de mensheid te beschermen tegen gevaarlijke virussen, in sommige gevallen zelfs het risico op uitbraken vergroten. Ja, voilà. Dus dat is die risicogezelschap. Ja. Dan heeft ze het over gain-of-function onderzoek. Dan heeft ze het over SARS-virussen onderzoeken. Dan heeft ze aspecten van de samenwerking van Pieter Dessek, Barrick en Wuhan. En dan praat ze over de gain-of-function onderzoek. En dan zegt ze ook: de strengste veiligheidsnormen voorkomen niet elk ongeluk. En dan zegt ze, ook 3 aan het slot. Ook 3 jaar na de uitbraak van de pandemie is de oorsprong van het coronavirus dat zoveel sterkte veroorzaakte niet duidelijk. Het blijft nog steeds aannemelijk dat een ongeluk in wetenschappelijk onderzoek de uitbraak heeft veroorzaakt. Dat betekent dat de pogingen om een toekomstige pandemie te voorkomen zich niet alleen moeten richten op de sprong van de dier naar mens. We zouden ook kritischer moeten kijken naar welke experimenten met gevaarlijke virussen wij in Nederland nog acceptabel vinden. Ja, ja terecht natuurlijk. Tegelijkertijd heb je ook wel met een enorm dilemma te maken. Je gaf zelf al aan dat dit onderzoek in China gebeurt. De Chinezen laten het dus wel toe. Ook los van wat wij beslissen, zal dat type onderzoek in China vermoedelijk ook doorgaan. Dus dit zou je eigenlijk een wereldwijd moratorium zou je moeten hebben. Dan blijkt bovendien dat er nog een militair strategisch aspect een rol speelt. Ja, dus dat het ingezet zou kunnen worden wellicht als een biowapen, dus biologische oorlogsvoering. Je refereerde al aan ook een militair lab dat in de omgeving lag. Dus je kunt natuurlijk ook. Op veel meer plekken in de wereld. Dus je kunt dus ook nadenken van: nou, kunnen we een biologisch wapen ontwikkelen, waarbij we dan tegelijkertijd ook misschien onze eigen
vaccin hebben. Hè? Dus dat we twee vliegen in één klap slaan. Ik bedoel, het tempo waarmee deze vaccins ook op de markt kwamen was natuurlijk ook wel heel opvallend. Maar je gaat voorbij. Volgens mij wat de essentie is, in ieder geval van mijn verontwaardiging. De essentie van mijn verontwaardiging is dat wetenschappers, gebaseerd op een wetenschappelijke positie, collectief iets onder de pet houden. Nee, maar dat deden we. Deze discussie die had je moeten wordt vervolgens verziekt doordat ze niet open zijn geweest. Ja. Ja. Want deze discussie vind ik een hele legitieme discussie. Ja. En moet ook gevoerd worden. Want dan wordt het een soort biologische wapenwetlopen. Dat je dus zit van waar zijn zij? Dus als je mij. We kunnen er zo nog even op terugkomen. Maar dat is meer hoe ik dan weer zit te denken. Van ja, dat is het grote probleem met technologie. Het is heel moeilijk om hem binnen de grenzen te houden. Omdat hij in zichzelf al de neiging heeft om te groeien en over die grenzen heen te gaan. Zeker wanneer die ook militair kan worden ingezet. Dan is er een belang. En dan zou je zeggen, ja, dan moeten wij ook maar zorgen dat we ten opzichte van die Chinezen in ieder geval ook een beetje goed uitgerust zijn. Want anders dan word je heel kwetsbaar. Dus als zij met dit type wapens bezig zijn, dan moeten wij een verdediging opzetten. Ik bedoel, snap je? Nou ja, maar Het gesprek dat we nu voeren, dat klopt. Nee, maar dat is ik vind dat een hele legitieme discussie. Ja. Alleen deze discussie wordt als het ware van tevoren verpest. Ja. Doordat wetenschappers die met dat onderzoek bezig zijn en zich gerealiseerd hebben dat de kans groot is dat een mislukking of een lablek uiteindelijk tot deze pandemie heeft geleid, zelf maar hebben gekozen om het te verbergen en andere verdachten maken die iets anders zeiden, dan speel je zelf heel erg voor God. En ik vind dat. Dat is de kern waardoor deze discussie en deze legitieme vragen die jij nu stelt niet meer gesteld kunnen worden op een goede manier. Ja. Omdat wetenschappers onder hun dekking van professor, wereldwijd bekend, de wereld in de maling hebben genomen. Ja. Ja, het is wel huiveringwekkend. Want als je daar nou over nadenkt, ik bedoel, je hebt helemaal gelijk. Hè? Dus ik denk dat dat zelfreinigende vermogen van zo'n wetenschappelijke gemeenschap is cruciaal in dit verband. Hè? Dat is, en als dat natuurlijk gesloten netwerken worden, om met Willeke Slingerland te spreken, netwerkcorruptie. He, want daar riekt het toch wel naar, inmiddels. Nogmaals, ik denk dat we er gewoon verder op dat onderzoek door moeten. En ik denk dat iemand als Rand Paul daar nog ook in Amerika bijvoorbeeld echt wel zijn tanden in heeft gezet. Maar dit is natuurlijk wel. Men raakt nu aan zulke gevaarlijke. Experimenten, of men bedrijft zulke gevaarlijke experimenten, dat die integriteit binnen zo'n gemeenschap, dat is van levensbelang voor de mensheid. Hè? Ja, maar dat is het punt. Ik bedoel, Marion Koopmans heeft dus op 21 februari 2020 bij een bijeenkomst van de KNW verteld. Wanneer is er in Nederland een debat tussen verschillende partijen rondom dit onderwerp geweest? Ja. Nog veel sterker, media praten er amper over. En als je het over het lablek hebt. We hebben onderzoek gezien. Er is een onderzoek van een internationale organisatie. 26 landen heeft gevraagd aan de bevolking hoe ze denken hoe het ontstaan is. In de meeste landen, meer dan 60% denkt van een lablek. Zijn twee landen met 30%. Ja. Denemarken en Nederland. Ja. En ik heb het in Nederland dus zelf onderzocht. En mensen die D66 stemmen, die denken maar voor 4% dat het lablek is. Dus daar zit ook nog in welke bubbel je zit. Ja. Maar dat zijn degenen die van trust the science. Of de science is. Ja. Ze tasten juist de geloofwaardigheid van science aan. Maar wat denk jij, Maurice? Kan een mens dit eigenlijk wel aan? Hè?
Ik bedoel, we hadden het net over de integriteit van zo'n gemeenschap. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is. Maar tegelijkertijd zie je, wetenschappers willen carrière maken. Hun individuele roem en eer, ook al is het maar binnen die gemeenschap zelf, kan heel zwaar wegen. Ze hebben financiële belangen, positie binnen de universiteit, aantal promovendi, geld dat je binnenkrijgt voor onderzoek. Dus er zijn allerlei prikkels daaromheen. Die eigenlijk mensen toch wel erg in verleiding. Ik bedoel, we blijven mensen. Maar er zit één belangrijke component waar ik eigenlijk sinds 2020 zwaar in teleurgesteld ben. De zuiverende werking van media. Ja. Die wel kritisch. Ik bedoel, waren allerlei onderwerpen waar men heel kritisch op inging. Waar je de autoriteiten de vuur aan de schenen werd gelegd. Waar je dus. Zeker, er zal ontzettend veel dingen gebeurd zijn. Maar veel is ook naar buiten gekomen. En in dit geval, en dat is het grote verschil, is het juist niet gebeurd. Ja, ja. De reinigende werking van mensen zijn tot veel bereid. En als je wetenschapper of professor bent, zou je dat ook best wat dingen doen. Maar die corrigerende factoren, die zijn langzamerhand verdwenen. Ik hoor dat dit jaar dat er een nieuwe verfilming komt van het monster van Frankenstein. Hè, de beroemde roman van Mary Shelley. En dan zit je rond 1800. En eigenlijk bevat dat in een notendop al de problematiek. Toch de mens die zelf voor schepper gaat spelen van het leven. Enorme ambities heeft, zich God waant en een monster creëert. Wat zich uiteindelijk ook van hemzelf meester maakt. En als ik nou dit soort verhalen hoor, ja, dan raken wij toch wel een beetje aan dat monsterlijke. Dat we iets voort kunnen brengen inmiddels. Wat is een hele grote risico voor de mens en de mensheid zelf. Ja, aan de andere kant, brengt, 2024 hebben we tenminste al gehaald. Ja, het heeft een paar honderd jaar geduurd, wou je zeggen. Nee, maar ik bedoel. Zeker nu, wanneer je denkt. Ik bedoel, het is niet voor niets dat ze natuurlijk bang waren voor de verspreiding van dat artikel van Fouché. Want als je dan ook nog eens denkt dat die technologie met behulp van AI, met behulp van thuislabs, het wordt allemaal makkelijker. Dus ik vind het wel verontrustend, hoor. Ja, het hele verhaal. Zeker verontrustend. Maar er zit wel een andere component nog bij. Dat hebben we eigenlijk bij COVID ook gezien. Dat het erop lijkt, als er iets de mensheid ingaat, dat er ook een ontwikkeling is waardoor die onderweg wordt die steeds minder gevaarlijk. Ja. Omdat het belang van het virus is niet dat die mensheid. Nee, precies. Dus er zit ook. In het leven zelf, zoals ik vaker zeg, we zijn gered door Omicron. Hè? Ja, maar het punt dat is natuurlijk, als mensheid, hoe lang bestaan we? Daar zijn we. Bedoel, nee, absoluut. Dan, maar ja, bedoel, als het zo is, dan zou het toch ook kunnen zijn geweest dat. Nee, dat is 20.000 jaar geleden een mens is gebeten door een aap. Weliswaar wonen de mensen allemaal niet zo dicht op elkaar. En er zijn allemaal factoren. Maar ik denk dat ook in ons als mens, ook en als vermogens liggen. Om dit soort gevaren voor het deel te bestrijden. Maar ondertussen kan het wel 20 miljoen doden komen. Nou ja, ik bedoel, als het daarbij blijft. Als je kijkt natuurlijk naar hoe de pest heeft huisgehouden in de middeleeuwen. Ik bedoel, dat is echt van een andere orde. Dus ik heb ook een enorm vertrouwen in het leven. En in de vitaliteit van het leven. Maar ik helaas niet meer in de wetenschap als mensen zoals Fouché en Koopmans op deze manier zijn opgetreden. Dat vind ik zo erg. Wat zou er moeten gebeuren, Maurice? Er zou gewoon een onafhankelijke commissie moeten komen, ook in Nederland, van wetenschappers van verschillende kanten die dit boven tafel houden. En belangrijk is dat ook Nederlandse media de ontwikkeling die ik nu beschrijf, die ook op plekken zouden komen. We hebben nu natuurlijk een commissie van virologen gehad. Zouden het eigenlijk niet een heel andere samenstelling moeten hebben? Waar wij zeggen, we moeten een gemengd team maken. Omdat dit gaat niet louter over wetenschap. Maar dat gebeurt niet. Dit gaat ook echt gewoon over. Het is gewoon ook detective werk voor een deel. Maar moet de media doen. Maar dat gebeurt niet enerzijds omdat de wetenschappelijke media en wetenschapsjournalisme is niet een grote tak in Nederland. En tweede plaats, het overgrote deel van de virologen hebben zich al in een positie gesteld aan de andere kant. Dat bedoel ik. Die gaan ook niet meewerken. Dus je moet het op een andere manier onderzoeken.
Ja, waarbij je een soort gemengde commissie maakt van wetenschappers, of misschien een aantal virologen, maar ook mensen buiten de strikte kring. Dus je hebt wellicht inderdaad belastingexperts, filosofen. Maak het heel breed. Ja, het klinkt goed, maar wat je merkt, en dat hebben we toch ook gemerkt met dit kanaal tijdens de COVID-periode. Ja. Waar ik toch heel veel zinnigs heb gehoord. Maar er is niet zoveel van dat zinnigs heel breed in Nederland bekend geworden. Nee. Blij dat er dit soort kanalen zijn. Blij dat ook ik en andere dingen publiceren. Ik zeg op Maurice.nl, als je onder Lablek zoekt, staat er heel veel. Dus veel van wat ik hier gezegd heb, kan je daar vinden. Maar het cruciale is, het wordt niet echt overgepakt in de algemene media. Vooral omdat ze al een positie hebben ingenomen, al een hele tijd, dat het een complottheorie was, doordat ze Marion Koopmans hebben geloofd. Ik bedoel, ik heb met Thijs van der Brink nog gesproken over toen hij aan het evalueren was. Mm-hmm. En toen had ik het nog over. Je hebt elke week met Marion Koopmans gesproken, maar besef, dit en dit is er aan de hand. Zei hij, ja, maar je weet niet 100% of het in het lab echt is ontstaan, zei ik ja. Maar Marion Koopmans gaf steeds aan dat het bijna 100% zeker was dat het op markt is. En dat is helemaal niet zeker. Ja, nou, je hebt toen ook nog dat statistische onderzoek gehad. Hè. Was ook nog dat is best wel ook al wat oud. Over echt een data-onderzoek waarin ze ook lieten zien, zeg maar, dat het bij het markt zou geweest zijn. Dat je juist zag dat het bij op plaatsen waar dus de medewerkers van het lab woonde, dat daar zeg maar de verspreiding. Ja, maar dat dus het zijn allemaal kwantitatief. Ja, maar ook dat aanvankelijk zeiden ze ja, maar de meeste gevallen die zaten rondom die markt. Maar het was zo, er was op die markt waarschijnlijk een superspread event. Ja. Ja, en ze zijn dus rondom de markt gaan zoeken. Ze zijn niet op andere. Nee, maar er is dus inderdaad. Ja, ik weet het. Maar die is onlangs data-onderzoek. Ja, maar ook die data-onderzoeken, dan merk je ook, het is ook op een gegeven moment de wasbeer zou het zijn. Waar ook grote artikelen. En dat blijkt, dat onderzoek is al 2 maanden later echt totaal afgeschreven. Dat wordt ook niet meer geopperd als zodanig. Ja, dat gekke dier, daar zijn ze op uitgekomen. Ja, was weer net zo'n pangolin. Ja, die pangolin. Ja. Ja. Maar daar hebben ze niet. Ze hebben nog steeds die bewijzen. Nee, ze hebben in de natuur het eigenlijk. Maar het startpunt waar iedereen die, of hij wetenschapper is of niet, als hij een beetje logisch kan denken, als het op 10 kilometer van het lab in Wuhan gebeurt. In zo'n groot land als China, terwijl die vleermuizen op 1700 kilometer zitten, dan is je startpunt, het is in het lab gebeurd. Ja. Behalve als ik vanuit mijn onderzoek het tegendeel kan bewijzen. Wat zo fascinerend is, is dat ondanks dus toch sterke aanwijzingen, en ook iets wat eigenlijk een redelijk intelligente mens toch ook voor zichzelf wel kan nagaan, dat kennelijk toch de macht van autoriteiten dan dusdanig is, dat mensen niet gaan twijfelen en dat ze heel erg vasthouden aan zo'n gedachte. En dus bijna alsof we op een andere manier de wens, de vader van de gedachte, is dat we het eigenlijk niet aan kunnen. Of zo. Ja, maar dat is een voortvloeisel uit COVID. Om tijdens de COVID-periode. Ja, veel mensen zie je hetzelfde. Het zijn ook voor een deel dezelfde mensen. Marion Koopmans was ook prominent tijdens die periode. Zat ook in het OMT. Ja. Dus het wordt ook amper geëvalueerd wat er gebeurd is. Nou, dat willen we niet eens eigenlijk. Dat willen we. Maar we willen het voor een deel ook niet. Omdat we ook eigenlijk niet willen weten dat we voor een deel in de maling genomen zijn. Maar dat is dus inderdaad grappig. Hè? Dus eigenlijk de wil om niet te weten. Ja, en er zit dat je gewoon niet wil weten. Ja. En er zit nog één pikante extra erbij. Je weet dat in het begin het WHO volledig zei, het virus gaat niet door de lucht. Ja. Het virus verspreidt zich via grote druppels. Ja. Nou, als er een lablek zou zijn geweest zijn, kan dat alleen maar door lucht zijn gegaan. Het is niet precies. Ja. Dus één van de dingen die je ook bereikt door te zeggen, het is niet door de lucht gegaan, dat je impliciet zegt, ja, het kan niet een lablek zijn. Hoe het waarschijnlijk is gebeurd, dat in het lab dat virus in de lucht hing
En dat medewerkers, één of twee medewerkers, ingeademd hebben, geïnfecteerd zijn geraakt en buiten het lab het andere hebben besmet. Maar dat kan alleen maar als het door de lucht is gegaan. Vrijwel alleen maar. Want dat weten we inmiddels. Dat virus is niet. Het zal niet zijn dat de muis in je vinger bijt en dat je dan een longontsteking krijgt. Nou, dus ook het ontkennen van de aerosolen kan een component zijn bij het verhaal dat het geen lablek is geweest. Ja. Nou ja, we zullen kijken. Laten we in ieder geval hopen dat het gesprek hierover gevoerd wordt. Misschien dat Hertzberg het toch oppakt. Zit ook in de coronacommissie. Het is denk ik wel heel belangrijk dat het wordt uitgezocht. En dat we daar ook in Nederland in ieder geval de consequenties uit trekken. Of het zover komt, zullen we gaan afwachten. Maar we houden het in de gaten, Maurice. Ik dank je voor je komst weer. Graag gedaan.